we staan hier nu voor een vrouw die, die zit hier te roken en die drukt even op het tablet. En ze zit zich voor te bereiden, of zit haar voor te bereiden op de nacht die waarschijnlijk gaat komen. Want zo te zien gaat ze hier vannacht niet meer weg. Dus we gaan haar nog even een paar vragen stellen hier. Jullie gaan hier vannacht overnachten? Ja, klopt. We hebben eten gebracht. Ik zie hier een combinatie van Bami en ik denk Babi Pangang. Ja, en Fu Yong Hai. Deze meneer die pakt een aquarium eruit, zie ik wel. Goeiedag meneer, wat bent u aan het doen? Aquarium aan het pakken, net wat je zegt. Wat bent u aan het doen, mevrouw? Ik nu een spelletje aan het doen. Om de tijd te doden? Ja, klopt. Ik vond het een keer, ik denk van, ik wil het een keertje doen en toen wou ik een keertje en toen hadden we heel veel spullen wat we niet meer wouden hebben en toen konden we dat verkopen en toen had mama het idee dat we op de markt konden staan. Maar bent u nou zo'n persoon die de hele nacht hier omspaant? Wat wil je daarmee zeggen? Ben je ook zo'n persoon? Ja, dat zal je wel wat lawaai zijn denk ik, of niet vannacht? Ja, ik denk dat het wat later wordt inderdaad. Ja, gewoon oordopjes in te doen, drank met, bier met, chips met. En gezelligheid. Dat is verder geen waardeoordeel, maar hoe u nu reageert, dan denk ik van nou, u denkt zelf ook wel een beetje van, dit is niet helemaal normaal. Nee, het is ook niet normaal. Maar ja, je bent wel wat. Hoeveel geld levert zo'n markt nu op? Ik heb geen flauw idee. Nee, dit is de eerste keer dat ik het doe. U ziet er geen cent van? Jawel, tuurlijk wel. Ja. Ja? Hoef je vandaag niet smoor langs te komen hier? Nee, want dan kun je het niet meer na vertellen, zo. Maar dan ben je morgen toch uit de lijken, of niet? Morgenavond wel, ja. Succes. Dankjewel. Het zal wel lukken. Ja, Candy Crush erbij. Ja, daarom. Kom je tijd altijd door, denk ik dan, hè? Ja.